Dit is duidelijk een gat. Ja. Dit is het probleem, hè? Dit is het probleem. Mensen die knippen gewoon een gat in het raster en daar lopen ze doorheen en daar kunnen ook beesten doorheen. De wolf kan zomaar eens op deze manier binnen zijn gekomen. Nou, dat beest is kleiner dan hetgeen wat we hier zien, zeg maar. Dus het kan maar zo. Wij denken dat hij een handje geholpen is. Of de mensen hebben een gat geknipt of hij is hier zelf naartoe gebracht. En dat vinden we wel heel erg. Dat vinden we heel vervelend dat mensen het ergens niet mee eens zijn en gewoon dan doen. De wolf loopt al langer rond op de Veluwe. Maar nog nooit was hij in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Tot nu dus. Het is een heel groot natuurpark in Gelderland. Zo'n beetje tussen Arnhem en Apeldoorn. Het is een afgesloten gebied. Rondom het hele park staan hoge hekken. Mensen kunnen alleen naar binnen via één van de drie toegangspoorten. En je moet betalen om het park te bezoeken. Je kunt er speuren naar allerlei dieren, edelherten, wilde zwijnen en ook mouflons. Een soort schapen. En die zijn nu door een wolf aangevallen. Daar kun je de restanten zien van een mouflon die gegrepen is door een wolf. Ja, ik zie vooral heel veel botjes. Ja. Hoe weet je nou dat deze is gegrepen door een wolf? Nou, we hebben hem gevonden toen hij nog relatief compleet was, zeg maar. En je zag ook heel duidelijk een hap uit de bil. En dat is voor ons geen twijfel. Je zou kunnen denken, het is maar een schaap. Ja. Maar waarom is die voor jullie nou zo belangrijk? Nou kijk, die mouflons die zorgen ervoor dat het landschap waarin we nu staan, zeg maar, intact blijft. En want het is eigenlijk de enige diersoort die echt grove dennen eet. Als we nu niks doen, dan is dit binnen 10 jaar de grove dennenbos. En zijn we alle heideplanten kwijt, zijn we de stuifzanden kwijt met de daarbij behorende vlinders en vogels. Het park wil de wolf dus weg om de mouflon te beschermen. Maar daar zijn anderen het niet mee eens. Want de wolf is uit zichzelf weer terug in ons land gekomen. En mouflons, die zijn hier ooit door mensen heen gebracht. Die wolf die nu binnen is komen wandelen, die hoort hier van nature wel thuis. En het is dus heel jammer dat nu het park die wolf die hier eigenlijk thuis hoort weg wil hebben om die dieren die uit het buitenland gehaald zijn te beschermen. Dat is volgens ons niet de goede keuze. De wolf is ook een beschermde diersoort en dat betekent dat het park hem met rust moet laten. Maar ja, de wolf is een beschermd diersoort. Net zo goed als dit landschap beschermd is. En ook dit is beschermd. Ja, en dan krijg je een beetje, wat vinden we nou het belangrijkste? Dat is nog niet opgelost dus. Het park is nu bezig met een plan om de mouflon te beschermen. Voor de wolf, die hier dus ergens nog rond zou kunnen lopen.